Ik ben altijd hier op vakantie. We hebben hier in Egmond een appartement. En ja, dan kom ik hier sinds het laatste jaar altijd in mijn vakantie hier werken. Steeds meer Duitsers gaan in Nederland op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Het aantal Duitse toeristen dat naar Nederland komt is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld. En dat merkt ook ondernemer Jerry uit Egmond aan Zee. We hebben onze Duitse kaart aan deze kant staan en onze Nederlands aan deze kant. We gebruiken hem eigenlijk net zo vaak deze kant als deze kant. Dit jaar is het gewoon veel meer dan normaal gesproken. Normaal gesproken is een beetje de verhouding hetzelfde, 50-50. Weet je, dus Nederlanders en Duitsers evenveel. We zien nu toch wel iets meer Duitsers dan Nederlanders in het restaurant. Waardoor komt dat, denkt u? Nou, ik denk dat er gewoon de zon en de zee trekt. Zon is er vandaag helaas niet, maar normaal gesproken trekt de strand wel. En ik denk, na corona wil iedereen er toch wel uit. Een van de plekken waar veel Duitsers overnachten is camping de Marquis. Ook zij merken een stijging in het aantal Duitse bezoekers. Juni is het best wel mooi weer geweest. Dus dan weet je al meer toeristen. Maar er zijn wel meer Duitsers gekomen, ja. Ja, dat merk je in de omzet. Ja, natuurlijk. Als je meer toeristen hebt, dan heb je ook meer omzet. En als het aan Jerry ligt, mag dat de komende tijd nog wel zo doorgaan. Hele gezellige mensen, want ze hebben vakantie. Dus ze zijn echt uit, zijn ze. Ja. En ze genieten er ook van. Ze komen eerst lekker een borreltje doen, gaan daarna lekker eten. Maar ja, top mensen. Al verschillen de Duitsers toch ook niet zo heel veel van Nederlanders. Biertjes zijn wat groter bij de Duitsers, maar voor de rest zijn ze wel hetzelfde.